wel, dames en heren. Ik zit hier nu in de Robin Hood hier in Walibi, Holland. En ik ben er klaar voor. We gaan nu lekker naar beneden. Let's go!
Dat is echt zalig. Wauw. Maar eens kijk, ik zit hier gewoon en het is al buiten de scheidzone. Echt zalig. En ik sta hier echt overal. Kijk eens. Wow. Zalig. En hier hebben ze me schieten. Daar komt ie. Wow. Zalig. Dat gaat niet. Well, het is ook wel een keer leuk in de dag om hier door te gaan. Jullie hebben al beelden gezien van de avond, nu is het de dag. Het is vandaag de tweede dag hier in de Friday's in de Wallaby. Oh, ho, ho, ho! Dat is een brain! Ja, het was breed. Wauw, we hebben hier wel goed verschoten nu. Zalig. Oké, nu hoofden. Zo dadelijk gaan we naar de caravanen heen. Hier moet je altijd opletten. Kijk eens. Wow! Wat eens kijken, dames en heren. Wow, zalig. Oké, daar gaan we naar de caravanen, zalig. Daar komt ie, ze staan al klaar voor mij. Oh yeah! Ze zijn echt wel goed. Daar komt ie. Die gaan we proberen te verschieten. Daar komt ie. Zalig! Die zat recht achter mij, echt zalig. We zijn goed gestopt vandaag. Super! Zalig! Oh jee, dat was hem! Zalig! Wat heb jij hier, man? Wat heb jij hier? Hahaha.
Ja, dat is
Hun hebben mij geverfd. Wauw, ik ben de clown. Kevin. Nee! Waarom? Die staart hier ineens over. Ja, dat is toch leuk? Ja. Denk eens mensen wie we hier nu nog tegenkomen. En Wallaby Holland met de Fight Lights. Kim Rijt. Hoi. Hallo. Dat is echt verschrikkelijk. Kijk hoe ik eruit zie. Ik ben gesminkt door een paar dames. Zodat ik op Eddie de Clown lijk. Dus ik zie er niet uit. Nee. Maar het komt wel goed. Ja, het komt vast goed. Ja. Wat gaat over? Oh. We proberen ons te verschieten, maar het lukt me niet. Maar hem lukt het. Nee, ik schrik heel snel, dat is het probleem. Oh, maar die is hier. Oh, die is cool. Komt ineens iemand gewoon het publiek in gesprongen. Ja, ja, ja. Die gekke worden hier. Oké, dan gaan we zo gaan. Eens kijken wat er gebeurt. Zou die komen? Ja, wat gaan ze doen? Gaan ze komen of niet? Dat is de vraag. Ja, 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 ja.
heel leuk je terug te zien. Gaat hij weer filmen? Ja, tuurlijk. Je moet het aankondigen van tevoren. Oh, ja. Even opnieuw. Ga okay. Weg. Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja, kom er maar in, Jori. Ja. Oké, okay, dames en heren. Ik ga nu naar Eddie de Clown, de enige echte van de Halloween Friday Nights hier in Walibi, Holland. Hey! Hey, jullie hebben toch ook gewoon Walibi Halloween in België? Ja, maar die is niet goed zo goed. Wat zeg jij? Die is niet goed zo goed. Dat vind ik nou niet aardig van je. Ja, hier is het beter. Dat is wel weer aardig. Ja. Je moet altijd een beetje vanuit de positieve kant benaderen. Ja, tuurlijk. Dat is zeker. Hey, en hoe ervaar je het vanavond? Heel goed. Maar je bent met die mafke. Heb jij net ook gefilmd dat hij gesminkt werd tot mij, zeg maar? Nee, ik was er niet bij. Je was er niet bij? Nee, jammer genoeg. Wat was jij dan? Zat je weer ergens op de wc of zo? Nee, ik zat bij de piraten. Oh ja, dat is ook wel leuk. Ja, en wat, voor het best, wat is het best gelukt? De piraten. En oh, jij bent een beetje piratenfan? Ja, en natuurlijk ook fan van jou natuurlijk. Oh, dat snap ik ja. Ook. Echt hartverwarmend is dit. Hartverwarmend. Nou, ben geweest. Ja, lekker gezellig. Oh, hey, moet ik bij jou ook zeggen, doei? Hoe zeggen ze dat in België, doei? Salukes? Ja, salut. Tot de volgende keer. Salukes? Ja, salukes. Tot de volgende keer. Wat een kut accent, zeg. Ja. Tot de volgende keer. Ja. Ik voel me meteen een beetje als Samson. Ja, Samson. Ja, inderdaad. Ja, die is... ook leuk, maar minder leuk. Nee, ik heb je net geleerd dat je dat niet moet zeggen. Ik ben leuker. Ja, dat was zeker. Oké, goed ja. Zo. Nou, tot de volgende keer, hè. Doei, Jordi. Ja, doei. Wauw. Ja, wilt u nog een intro hebben? Oh. Ja. Hoe heet jouw kanaal? Mr. Theme Park Fans. Mr. Theme Park. En dat heb ik wel eens eerder gezegd. Ja, gisteren. Ja. Oh ja, dat is waar. Ik ben ook een beetje kort van geheugen. Ja. Mr. Theme Park Fans. Oh ja, want Mr. was al genomen en Theme Park Fans. Dat heb ik toch gisteren ook al ingesproken? Oh ja, een outro dan. Oh, okay. Nu er zelf ook achter gekomen dat hij het eigenlijk al gedaan heeft. Ja. Dit was Mr. Theme Park Fans. Mr. Theme, wat een klote woord om te zeggen. Kan je wat anders bedenken? Nee, ze waren... Allemaal genomen. Ja. Dit was Mr. Theme Park Fans hier live vanuit de Halloween Friday Nights Walibi Holland. Groetjes aan België. Doei. Ja. Doei, punt. Ja, doei. Ja. Salukes. Punt. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Ja. Tot weer eens. Wat? Ja, of au revoir is ook. Au revoir, tot ziens. Ja. Ja, het is niet carnaval festival hier. Cheerio, tot ziens. Au revoir, groetjes aan de buren. Doei. Ja. Oké, okay, dankjewel en tot de volgende. Doei. Hallo. Oh, gewoon niet, dat hebben we niet gemaakt. Nee hoor. Ik vind het in maar 6 jaar gemaakt. Ik heb het toch even wat je nou 10 jaar. Ah, wat leuk. Kijk, een verscheurplaat. Ja. Het was wel een hele mooie tekening. Ja, het was een hele mooie tekening. Oh ja, dat leuk hoor. Kom je niet van Jeffy Jelly? Oh ja, wie? Jeffy? Jeffy Jelly. Oh, ik wou net zeggen. Ik ben een god van Jeffy. Dan zou jij dat moeten zijn, of niet? Oh, jij bent Nick. Yes. Goed zo. Dankjewel, Eddie. Hebben jullie een leuke avond nu, jongens? Ja hoor. Al de home house gedaan? Ja, de shuttle. Dan gaan we daar naar de kliniek. En de kliniek? Nee, niet. Kon je er niet mee? Waar ga ik eigenlijk voor? Nee. Ik hoorde het zo laat. Volgend jaar. Op marktplaats worden ze gekregen. Ik heel veel mensen durven niet. Dat is wel spannend, hoor. Ja, dat vind ik. Nee, het is wel echt gek. Oh, dat is volgend jaar wel. Oké, okay, goed zo. Heel goed. Heren. Ja, jullie mogen nou oproepen. Met mij.
komt eruit. Mag ik nu blijven? Nee, oké. Okay. Hoe ver wil je nou dat ding gaan? Nee. Jezus, geen vering. Hij denkt over mij, hè?
Ja, hier ben ik weer.
Ja! Oh, wat gaat er nog een filmpje? Hij is gewoon bij ons hier zo in de Walibi! Doei, sukkel! Hey, Freddy! Is hij gelukt? Ja, ja. Top, jongens! Nou ja, mag er dan zo zijn! Ja, hè? Ben je alles aan het filmen, jij? Ja, hoor! Ja, is leuk! Nee! Nee! Ja! Is de muziek gewoon al uit? Hey! Hey! Foto! Goedenavond! Hallo! Dicht, hè? Ja. Zie je ook wel. Houd de ketting voor. Hey! Goedenavond! Thank you.
Verder dan hier komt. Nee? Zou je veel security aan die kant? Nee, maar nu niet. Security, security, security. Wauw, dames en heren, dit was nu gewoon 2 dagen Walibi Holland. En kijk eens, ben nu te voet aan het wandelen naar ons hotel. Allee, hotel. Ons krot eigenlijk. Zo is het te noemen. We hebben nog gelukkig warm water. We hebben gelukkig een chauffage die werkt. Maar we zijn onderweg naar onze caravan. Walibi Holland. Hierachter ligt Walibi Village. Yeah. Wauw. En ik had nog een verslag aan jullie beloofd van Spyco Shot. En ja, wat is er daar allemaal te zien? Ik ga het kort houden, kort maar bondig. Je gaat in een soort kliniek, maar het is een beetje vergelijkbaar met Van Tal in Bellewaardepark. Of in Moviepark, ik kan er nu niet op komen, heb je daar ook zoiets met dokters en bloed en tandartsen en dit en dat. Het was kort, maar krachtig. De Spyco Shot. En ja. Het was heel leuk, vertel een mensje dat je binnenkomt en dan ga je in de volgende kamer binnen. Zie je een tandarts, zie je dokters, zie je van alles en nog wat.
een beetje smerig, maar het is leuk. Goed, de kliniek was super, super tof. De details waren heel goed, heel leuk. En ja, vandaar. Ik ben positief van de Fright Nights hier in Walibi, Holland. Nu, mijn stem is bijna weg, zoals jullie horen. Jammer genoeg, ik weet niet wat het komt, maar ik heb vandaag superveel gelachen. Een beetje gegeild ook. Waarschijnlijk zal het daardoor komen dat mijn stem een beetje weg is. Halloween Fright Nights hier in Walibi, Holland. Ja. Daar kan ik heel veel over vertellen. Je komt voor het totaalplaatje. Je hebt goede scare zones, de huizen zijn goed, naar mijn mening iets minder. Maar het totaalplaatje is hier echt wel super, super goed. En daarom is de Fright Nights hier in Walibi Holland zeker aan te raden om een keer langs te komen. Dus aan iedereen, Halloween Fright Nights hier in Walibi Holland is zeker een aanrader om een keer te doen. Wil je betere huizen, dan raad ik toch zeker aan om een keer naar moviepark te gaan of dergelijke huizen te doen in andere themaparken. Maar dat je echt zegt van, dit jaar mag je kiezen tussen één Halloween themapark waar we naartoe zullen gaan, is Walibi Holland de aanrader, de place to be om naar hier te komen. Dus vandaar, Walibi Holland staat zeker op nummer 1 van de top Halloween parken voor horrorfestivals te doen. Zo, dit was mijn vlog hier in Walibi Holland met de Fright Nights. Bedankt om te kijken en graag tot een volgende keer met natuurlijk Eddie de Clown. Dag! En vergeet jullie zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal en mij te volgen op de social media. Tot de volgende keer. Dag!